Welkom bij het instructiefilmpje van Sok Nathalie. We gaan beginnen met de opzet. Voor de opzet heb je je garen nodig wat je gaat gebruiken en de naald die je gaat gebruiken. Niks ingewikkelds met restjes garen of een haaknaald. Dat hebben we hier niet voor nodig. Het is ook niet nodig om een heel lang uiteinde af te meten. Je pakt gewoon het uiteinde van je draad en je maakt een schuifknoop. En die zet je op de naald. Nou pak je het uiteinde van je draad eventjes in de hand met de linkernaald, zodat we niet met het uiteinde de steken op gaan zetten. Vraag me niet hoe ik dat weet. En dan leg je je rechternaald tegen de schuifknoop aan onder je linkernaald. Zie, als zo. Nu ga je met je draad om de linkernaaldpunt, om de rechternaaldpunt en tussen de naalden door weer naar achteren. En je haalt een steek door. Nu ga je met je rechternaaldpunt tegen de klok in. Tegen de klok in draai je onder je naald door. En dan zet je de steek van de ene op de andere naald over. Je hebt nu twee steken gemaakt. Deze opzet is bijzonder mooi voor 2 recht, 2 afrecht. Doen we nog een keer. De naaldpunt tegen de steek op je linkernaald. Met je werkgaren. Om je linkernaaldpunt, om je rechternaaldpunt. Een steek maken en de punt van je rechternaald gaat tegen de klok in onder je werk door. En je zet de steek over. Dus je rechternaald onder je linkernaald. Je neemt het garen in je rechterhand. Je draait om de linkernaaldpunt, om de rechternaaldpunt, terug door het midden. En dan met je rechternaald ga je onder je werk door en je zet de steek op je andere naald. Rechternaald onder de linkernaald, om de linkernaaldpunt, om de rechternaaldpunt. Een steek doorhalen, tegen de klok in. En overzetten op de andere naald. Dit blijf je doen totdat je het aantal steken hebt opgezet wat je nodig hebt voor je patroon, waarbij je de schuifknoop niet meetelt. Want die doen we als we beginnen te breien, halen we hem van de naald en trekken we hem eruit. Die is daar alleen maar als een ankertje voor de start. Ik ben klaar met mijn opzet. Ik heb maar 32 steken opgezet, want dit is enkel en alleen voor het instructiefilmpje. Als jullie zover zijn dat je voldoende steken hebt opgezet, ga dan eerst eventjes naar het midden van je steken tellen. Voor mij is dat hier. Dan schuif ik mijn steken even naar de kabel. En ik maak een lus, omdat ik Magic Loop ga breien.
Nu is het van belang dat je ontzettend goed kijkt dat je geen twist in je steken zet. Dat is bij deze opzet niet echt eenvoudig. Dat moet ik er eerlijk bij zetten. Het is een fantastische opzet. Doe echt eventjes de moeite om er wat tijd aan te besteden om hem te leren. Maar je moet echt heel voorzichtig zijn. Ik heb nu mijn steken allemaal met de onderkant van de steek naar het midden van mijn twee naalden gedraaid. Nu kan ik de steken netjes naar elkaar toe brengen. Het is altijd een beetje een gewurm. Ik heb wel eens gezegd, ze zouden garen uit moeten vinden wat al bij je komt met de opzet klaar en de eerste twee rondes gebreid. Maar ik heb nu alle steken zonder draai netjes klaarstaan om te gaan breien. Om te gaan breien haal ik de achterste naald naar me toe. En zoals ik al zei, de slipknot laten we gaan. Dus die haal ik van de naald en die trek ik uit. Daar gebeurt verder niks mee. En dan ben je klaar om te beginnen met breien, twee recht. En twee averecht. Zodra je aan het eind gekomen bent van je eerste naald, als het goed is, eindig je daar met twee averecht. Als je de juiste hoeveelheid steken opgenomen hebt en je hebt de slipknot laten schieten, dan ga je je werk draaien. Je trekt de naald waar je net mee klaar bent, trek je terug in je werk. En dan ga je weer even goed kijken of die steken zonder draai op de naald zitten. Nou, ik ben daar tevreden over. Dus ik trek de achterste naald er weer uit. En ik ben weer klaar om verder te breien. Als ik een stukje boord gebreid heb, dan kom ik nog even bij jullie terug om te laten zien hoe het geworden is. Inmiddels heb ik een paar naalden boordsteek gebreid op mijn mini 32 steken naaldje. En je kunt vanaf boven zien hoe mooi de opzet de 2 recht 2 averecht volgt. En je kunt zien dat hij heel rekbaar is. Je kunt hier echt wel, ondanks de kleine hoeveelheid steken, kun je echt zien dat dit een ruime opgezette boord is.